In de kennisimpuls waterkwaliteit werken onderzoekers en gebruikers samen aan schoner water. Het resultaat is een koffer vol met kennis. Al blijven we onderzoek doen. Overnieuw. Succes. Hoe kunnen we die kennis het beste gebruiken? Hoe verbeteren we de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater? En hoe vergroten we de biodiversiteit? Kijk mee naar het kennisimpulsproject Diergeneesmiddelen. Dit onderzoek was nodig omdat we helemaal niet weten hoe het zit met die diergeneesmiddelen. De vraag aan de onderzoekers is, we weten dat diergeneesmiddelen soms een probleem zijn, maar kan je dat duidelijker krijgen? Waar, welke middelen, welke soort mest of dieren heeft het mee te maken? En dat geeft ons handvaten hoeveel prioriteiten we eraan moeten geven en wat we eraan kunnen doen. We zijn begonnen met de 4 kennisinstellingen en een gebruikerscommissie om goed af te tasten waar de vragen zitten. Gericht op welke concrete resultaten kan je boeken met de kennis die je al hebt. In het onderzoek gebeurde er iets leuks, want we hebben modellen aan elkaar gekoppeld die nog voorheen apart van elkaar ontwikkeld waren. En een van de meest bijzondere uitkomsten van het project was dat we zagen dat antiflooienmiddelen, antitekenmiddelen bij huisdieren en vooral ook bij honden, dat die dus wel degelijk een impact kunnen hebben op het water. De praktische resultaten waren eigenlijk al tijdens het onderzoek kwamen die naar voren. Want we hebben workshops gehouden, we hebben DeltaFacts, korte samenvattingen van uitkomsten beschreven. En we hebben bijvoorbeeld ook een handleiding monitoring geschreven. Ja, hopelijk leidt dat uiteindelijk tot inzichten en kennis. Dus we hebben informatie aangeleverd waarmee ik eigenlijk zou willen dat we in de toekomst die toelating veel meer doorrekenen. Veel meer daarbij rekening mee houden. Het is lang niet alle diergeneesmiddelen gebruiken wat erg is. Maar de speerpunten wat wel erg is, daar wat aan doen. Wat ik uiteindelijk wel heel mooi vond was dat de vragen heel divers waren. Niet alleen vanuit het waterschap, maar ook vanuit een drinkwaterbedrijf of een grondwaterbeheerder, een provincie. Ja, dus veel afstemming, maar uiteindelijk toch wel veel resultaat. Nou, dat we eigenlijk af en toe best wel discussies hebben gehad. Wat gaan we nou aanpakken? Hoe gaan we dat nou doen? Maar uiteindelijk het resultaat wat er kwam, kunnen we gewoon samen heel trots op zijn. Wim, ik wens je een goed meetprogramma gericht op diergeneesmiddelen. Succes! Ik ga aan het werk. Kennisimpuls Waterkwaliteit. Samen werken aan schoner water.